Goedemiddag. Hallo. Wat stel jij voor? Ik stel een omgehakte boom waar bloed uit komt. Waarom? Nou, omdat ik denk dat het heel belangrijk is dat die bomen blijven bestaan. Ik denk dat een van de grootste problemen is dat er veel te veel gekapt wordt. Ja. En ik geloof dat er 120 miljoen bomen worden gepakt, alleen al gekapt. Alleen al voor de kledingindustrie, voor de cellulose. En bomenkap is ook iets waar XR aandacht aan besteedt dus? Jazeker. Kijk, het heeft ook te maken met de dierenindustrie, met het groeien van soja op platgebrande of gekapte bomenterreinen. Ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is die dat we moeten zorgen dat er veel bomen blijven en dat er weer geplant worden in verband met de CO2. Dat is een belangrijk aspect. Ja. Zit je al lang bij XR? Mijn eerste ervaring met XR was achter het Rijksmuseum bij de bezetting van de straten. Oké, dat was de vorige grote rebellie. De vorige rebellie. Ja. En ik wist dat daar iets gaande was. Ik wist dat daar gedemonstreerd zou worden voor het klimaat. Ik had toen totaal geen idee van XR. Ik ben daarna ben ik pas over gaan lezen en heb me er verder in verdiept. Oké, maar je liep er echt tegenaan en wat dacht je toen? Nee. Ik wist wel dat er zoiets gaande was. Ja, ja. Maar de totale inhoud en de groepering en dat het uit Engeland komt. Roger Hellum. Al de background information die heb ik pas later, na die bezetting, tot mezelf genomen. Maar je was wel bezig met klimaat, natuur, jazeker, milieu. Jazeker. Ja. Maar ik had net zo, denk ik, als iedereen, zo van genoeg van een tientje per maand aan Greenpeace en een keer meelopen met een klimaatdemonstratie en daarna gebeurt er gewoon niks. Dus ik ben wel iemand dat ik denk van, nou, er moet gewoon veel meer gebeuren om de zaak wakker te schudden. Ja. En hoe voelt het nu om bij XR dat te doen? Prima, voelt heel goed. Ja. Het voelt in feite gewoon elke keer beter en beter. Ja. Beter en beter. Want? Nou, je krijgt een verbondenheid. Het begint je hele leven, het mixt met je hele leven. En het wordt ook steeds dringender. Ik bedoel, de klimaatdoelen en het wordt alleen maar versterken. Versterken wordt groter en groter en sneller en sneller en sneller. Dus er moet gewoon veel meer actie komen en gebeuren. Vooral nu met de coronatijd, want het lag een beetje stil. En we moeten gewoon weer naar buiten toe en de mensen duidelijk maken dat het echt noodzaak is. En wat verwacht je van vandaag? Ik verwacht een hele leuke demonstratie. En ik hoop dat het zoveel mogelijk in de media komt. En dat de mensen die aan het twijfelen waren over XR en welke acties we uitvoeren door dit soort demonstraties denken van, nou, daar moet ik ook bij. Dit is goed, dit is prima, we vechten voor een goed doel. Oké, heel veel succes. Dankjewel. Oké, jij ook bedankt. Ja, graag gedaan.